Welkom bij Doe-het-zelf ideeën. Ik heb weer een Valentijn-video voor jullie. Ik ga jullie deze keer laten zien hoe je deze simpele waaier kan maken in de vorm van een hart. Het is echt mooi, heel decoratief. Hoe het werkt, dat ga ik jullie nu laten zien. Wat heb je nodig? Een blad papier. De ene kant moet langer zijn als de andere. Je hebt lijm nodig, een passer, een schaar en een paperclip. Ik heb een hartvormig paperclipje, maar alle vormen gaan. Ik vouw het blad dubbel. Vouw het weer open. En vouw dan het blad opnieuw dubbel, maar in de andere richting. Het is vooral belangrijk dat je het midden vindt. Daar steek ik de passer. Leg er iets onder, want anders beschadig je misschien de tafel met je passer. Je stelt de passer in, zodat hij nog net een markering achterlaat aan de zijkant. En zo teken je dan een cirkel tot aan de rand. Als je papier met een patroon gebruikt, doe het dan aan de kant waar geen patroon op zit. Ik heb mijn vorm al getekend. Dan knip ik de buitenstukjes eraf. Verder ga ik de schaar niet meer nodig hebben. Leg dan de kant met patroon naar boven en begin te vouwen. Ik neem een stuk papier en vouw het naar boven. Hoe breed of smal je het maakt, dat maakt niet uit. Kan je zelf kiezen. En dan vouw je naar de andere kant. En dat blijf je doen. Helemaal tot aan het einde van het blad. Ik heb het hele blad gevouwen nu. Het ziet er al wat als een waaier uit. Opnieuw ga ik het midden zoeken. En dan vouw ik het zo dubbel. Zo krijg ik een hartjesvorm. Ik moet het nu enkel nog aan elkaar plakken. Zo. En terwijl het droogt, maak je het vast met de paperclip, zodat het niet bij het drogen nog uit elkaar kan gaan. En dan wacht tot het droog is. Zo ziet mijn hart er dan uit als het klaar is. Ik vind het super schattig. Het gaat heel snel en ziet er heel erg leuk uit met papier met patroontjes. Je kan het nog verder decoreren, je kan het ook zo als cadeautje geven of als decoratie gebruiken op tafel bijvoorbeeld. Ik hoop dat jullie de handleiding leuk vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Je kan ook mijn andere video's op dit kanaal bekijken. En als je ze echt leuk vindt, kan je abonneren. Dan krijg je een berichtje als er een nieuw filmpje verschijnt. Tot de volgende keer bij Doe-het-zelf ideeën.